Goedendag mensen. Wat hebben we gedaan? We hebben iets gekocht voor ons YouTube kanaal. Zodat we het allemaal kwalitatief nog iets beter kunnen maken. Voor Fabienne. Ik wil ook een barricade. Voor mij. Wat gaan we doen? We gaan een lekkere unboxing doen van dit pakketje. Wat we vandaag binnengekregen hebben. Gisteren besteld. Nou, nogmaals, misschien dat de mensen het al heel stiekem kunnen zien wat het gaat worden. Maar we willen deze even samen jullie gaan unboxen. Om straks voor ons en voor jullie natuurlijk betere beelden te maken. Filmpjes te schieten, foto's, noem maar op. Dus, daar gaan we mee beginnen. Ik zou zeggen, Fabienne, open the box. Oh, sorry. Hoe maak ik dat ding open? Ja, gewoon openmaken. Hoe? Nee, niet. Echt. Ja. Dit lipje moet uit doen. Oh mijn god, een schatkist. Ja, bijna. Dus wel. Nou, het is een pakketdoos die we hebben aangeschaft. Dus gaan we even kijken waar we mee gaan beginnen. Joe, dat is vet. Ja, zeker is dat vet. Oké. Okay. Zeker is dat. Jij hebt uitgelegd wat het is. Dat is een gorilla tripod, zoals ze dat omschrijven. Ofwel dat die heel bewegelijk is, dat je mooi overal aan kunt hangen, om kunt buigen, noem maar op. Dus die is een beetje multifunctioneel inzetbaar. Nou, dat kan erg handig zijn, zeker weten. Kijk, dat is die. Even dat dingetje even open. Oh, cool. En dan kan je hem ook zo doen. Auw, hoeveel zat er nu al tussen? Mag dat ding niet meer? Het heet de Gorilla Pod 500. Staat op het doosje. Dus ja, goed, op het doosje staat ook wat kenmerken dat je hem om een buisje in kan klemmen. Vandaar dat die rubber ringetjes hier op zitten, dat die mooi stevig blijft zitten. Dus je zou bij wijze van spreken om een fietsbuis kunnen klemmen. Nou ja, goed, en dan kun je hem natuurlijk als een tripod zetten, een beetje schuin, kantelen, noem maar op. Van alles en nog wat. Nee, die gaan we niet op de fiets doen. Waarom? Nee. Daar hebben we andere moments voor. Die hebben we inmiddels op die hebben we ook binnen. Ik heb een tijdje terug al een zogezegd een nep GoPro aangeschaft. Daar zaten natuurlijk heel veel attributen bij die wij daarvoor kunnen gebruiken voor de GoPro, maar die is ook voor dit wat we hier nu hebben aangeschaft ook geschikt voor is. Oftewel voor in de auto of voor op de fiets of voor op de motor of noem maar op. Dus er zijn verschillende mogelijkheden daar om dit daar ook een beetje voor te gebruiken. Natuurlijk is een helmbevestiging voor dit niet geschikt, want daar is deze gewoon veel te groot voor, dus ik koop gewoon een GoPro voor in de plaats. Maar voor de normale opnames die we gaan maken, hebben we dit aangeschaft. Nou, ta-ta-ta-ta-ta, hoppakee! Oh my god, beautiful! Nou, dit is een Canon, een PowerShot GX7. Dacht ik te zien. Ja. Ja, G7X. Of G7X. Die we hebben aangezocht Mark II. Ik denk wel dat we hier voorlopig even mee vooruit kunnen. Om voor jullie in ieder geval prima beelden te gaan maken. Let's open it. Je moet even goed kijken. Niet zomaar gaan scheuren. Goed kijken wat hier te open is. Kijk, ook via de onderkant. Even kijken wat erin zit. In dit zwarte doosje. Veelbelovend. Nou. Het eerste een blaadje. Een beschrijving. Uiteraard. Oh my god. En een warranty. Wat is? Een boekje. Een boekje. En zeker nog een boekje, of niet? Dat ging goed, meneer. Ja. Oké, dit met allerlei talen natuurlijk erbij. Dit is
volgende upleden. Ja, pas op dat hij niet valt. Ja, haal hem er gewoon even uit het zakje. Zo zien de mensen dat toch niet. Druifje. Ben ik groen? Hè? Ben ik groen? Nee, druiven zijn ook rood. Of wit. Oké, dat is dus de... Ik moet je even uitkleren. Wat? Ja, oh. Oké, we zijn weer terug. De oplader. Oké. Next one. Oké. Charge full. Charge bar. Dat is de kabel. De oplaadkabel. Dit is een... Hoe is het nog weer? Een micro-SD of een SD-kaart. SD-kaart. 32 gig. Zat bij het pakket in. Samen met die tripod. Dat was één pakketprijs. Dat vond ik wel nice. Echt super nice. Dan hoef je niet nog een keer een aparte kaart aan te schaffen. Overigens had ik laatst wel twee nieuwe SD-kaartjes aangeschaft voor die GoPro. Deze krijg ik er niet uit, maar... Dus die zouden we nog kunnen gebruiken. Je moet alleen even kijken in de beschrijving van de Canon. Of dat een 64-gig kaartje ook in dit toestel kan. Heb ik nog niet gekeken. Deze zat er gewoon standaard bij. Dus ja, dan kunnen we deze ook gewoon meteen gebruiken. Comfortbandje. Nee, dat is voor om de pols. Om de pols. Voor om de pols, een polsbandje. Maar goed. Ja, die doen we eraan. Altijd. Nou, altijd. Het allerbelangrijkste natuurlijk. Oh jee. Rappapa, rappapa, rappapa. De batterij. Dat vind ik belangrijk, hè? Nou, komt het belangrijkste. Ik ben even een... Kabeltje was aan het losmaken. Dat komt het belangrijkste. Het echte belangrijkste, het allerbelangrijkste. Hij zit heel mooi in het prietbakje. Rapapa, 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 rapapa. Het toestel. Leuk hoor. Nou, laten we eens even zien wat die kan. Want we hebben natuurlijk wel gekeken dat hij een schermpje kan klappen. Zodat we mooi, als we zelf gaan filmen, ook zien wat we filmen. Niet dat we een beetje op de gok iets gaan doen. Maar hadden we nou gezien dat hij twee kanten op kan? Ja. Dus hij kan naar boven en naar onder. Wauw. Hallo, hallo, doe eens even goed. Want dit, je moet hem wel gewoon dan ook zo doen. Maar je kan niet verder dan dit. Hè? Nee. Dus hij kan niet helemaal... Nee. Oké. Oké, ja, soms moet je wat dingen uitproberen. Ik dacht dat hij namelijk ook nog een keer naar onder kon kantelen. Maar dat, ik heb een nieuwe ketting trouwens gekregen, even tussendoor. Even tussendoor. Oké, check. Van Oranje en Evie ook. Mijn best friend. Nou goed mensen, dus hier gaan we het voorlopig mee doen. En dan hopen we natuurlijk dat we uiteindelijk nog meer abonnees krijgen. Dus alvast blauw duimpje omhoog. En omdat we dan meer abonnees krijgen, kunnen we uiteindelijk misschien weer wat betere apparatuur daarvoor aanschaffen. En nog meer en nog betere beelden maken. Wat wil je zeggen? Ja, maar ik weet niet of dat hij al opgeladen is, want ik moet natuurlijk de... Edit je dat hij dan daarheen springt en dan zeg je van... En dan doe je zo en dan toe en dan zijn we een keer daar terug. Dat is cool. Ja, maar ik... dan moet je even mijn dingen geven. Want ik weet natuurlijk ook niet of dat hij... Ja, dat is natuurlijk leeftijd. Dit gaat af te werken. Ik heb wel eens wel lenzen, maar die zijn voor een bepaalde afstand niet voor het lezen. En voor kleine doeleinden. Ik zal eerst de
kaart moeten doen. Dus gaan we eerst de kaart eventjes erin zetten. Kijk, dit is gewoon ook de SD-kaart. Er zit geen micro SD in. Meestal zit hier nog zo'n micro SD'tje die je dan kunt uitpluggen. Dit is gewoon meteen de SD-kaart. Dus geen micro, maar gewoon een SD-kaart. Maakt natuurlijk niks uit. In zijn geheel blijft natuurlijk hetzelfde als gewoon een kleine micro SD'tje. Op de laptop die ik heb, daar past gewoon een SD-kaart natuurlijk ook in. Zo? Dus een micro SD. Moet je even kijken, want hij kan er maar op één manier in. Ik zie het al. Ik zie het. Kijk het pijltje hier. Ja, precies. Maar dan nog eens een keer of dat je hem die kant of die kant op hebt. Als je niet past, niet doordouwen. Maar ja, moet even kijken. Tuurlijk, het gaat wel weer. Nee, je moet zo. Ik kreeg een snap op mijn iPad binnen. Je moet hem hier op dit klepje. En dan zal ik even kijken. Wacht even. Misschien, ik weet niet of het leuk is, ik heb hier zo'n dingetje. Er zit hier zo'n klepje. En dat klepje dan moet even een beetje opzij gedouwd worden om het batterijtje te kunnen. Want die gaat dan daar vergaan. Die wordt dan daar vergaan. Nou, maar weet je wat het is? We hebben nog helemaal niks geïnstalleerd. Hij is er niet geïnstalleerd. Er zit nog geen datum of niks op. Dan moet je even aanzetten. Oh. Ja, volgens mij heb je hem al een keer aangezet gehad. Nee. Oh. Nou, zo ziet hij er dus uit. Dat is de Cybershot. Ja, dat hij mooi uitreikt. Dus dat is mooi. Sorry. Oké, ook dat hoort erbij. Je zou een mooie, goede focus kunnen maken. Nou, dit is de achterkant. Dan moet je natuurlijk even nog installeren, want zoals ik al zeg, hij is echt totally fresh, out of the box. Nog niks mee gedaan. Dus we moeten nog eventjes de setup goed zetten. Ja, en dan is het een kwestie van veel oefenen, veel dingetjes doen. Heel veel dingetjes doen en leren en van alles. Oh! Oh. Hallo? Nou, is het niet Ah, hij is al weg. Hij heeft gewoon een foto van mijn iPad gemaakt. Nee, van de muur. En ja. Ook een beetje van mijn iPad. Nou, zo ziet het eruit. Nou, mensen, dus zo gaat hij er ongeveer uitzien. Mag ik hem vasthouden? Oh mijn god, wat zwaar. Ja, hij is wel een stukje zwaarder als een telefoon. Heb ik gemerkt. Maar dat is niet erg. Ik heb spierbal dan. Ik heb ook een foto gemaakt, dat was leuk. Zo, goeie dag dan. Wat ben je aan het doen? Je bent, dat gaat niet. Nee, dat merk ik. Ik heb het nu uitgevonden, ik ben gewoon pro. Ja, maar dan moet je nog doen. Oh, ja. Nou, dat is de zoom. Ja, je moet hem echt stil houden. Dat is het nadeel als je heel goed gaat inzoomen. Dat je dan ook je beeld goed stil moet houden. Want de focus die werkt betrekkelijk snel. Dat heb ik al gezien. Dus dat is eigenlijk wel cool. Ja, je moet hem wel opladen. Dat geeft hij ook aan wanneer je moet opladen. Kijk maar hier. Ja. Nou, zoals ik al zeg, hij komt natuurlijk fris uit je doos. Eigenlijk had hij dus al opgeladen moeten. Eigenlijk had hij opgeladen, we moeten zijn van tevoren. Maar goed, ongeduld. Oh. Ongeduld voor het gaan vloggen. Dus bij deze. Ja. Hallo mensen, hier is Amka. Nou hebben we de boel unpacked. Met in dit geval de nieuwe vlogcamera. De Canon Cybershot. G7X,
daar gaan we mee beginnen. Ik heb dat altijd met de telefoon gedaan, of tenminste veel met de telefoon gedaan, overigens. Ik ben het film volgens mij. Ja. Ik vind nu al gewoon dingen uit. Oh my god, meid, kijk nou cool. Ik heb dus best veel met de telefoon gedaan en ik moet echt serieus zeggen dat ik daar best wel tevreden over ben over wat ik tot nu toe heb kunnen doen met de telefoon. Die kunnen we natuurlijk nog steeds gewoon voorbij gebruiken, dat is logisch. Er zijn altijd momenten waarop je dat de vlogcamera niet, een keer niet bij je hebt. Dus dan moeten we daar iets op gaan verzinnen. Kijk, het is. En alles bij elkaar zou het wel zo zijn dat Fabienne was niet altijd bezig met het vloggen, omdat ze dan mijn telefoon graag wilde gebruiken, want die maakte er net iets betere foto's en films dan haar eigen toestel. Nou goed, dan heeft ze de vlogcamera, dus als het goed is, zoals nou van vaker van zichzelf laten of gaan filmen en niet laten filmen. Tenzij het echt niet anders kan. Maar liefst houden we de camera gewoon in eigen beheer. Of iemand anders van de familie natuurlijk. Maar dat we niet Jan en alle man met dat ding laten sjouwen. Want het is toch een behoorlijke uitgave. Hier zie je hoe lang je aan het filmen bent. Ja. 1 minuut. Dus dat we toch, toch zelf onze eigen beelden maken die we willen gaan doen. Ik zie een kruisje heb ik daar, dus, bij die telefoon. Dus ja. Nou, dat. Zullen we dan de boel maar eens eventjes gaan afzetten? Voordat ik het vergeet te zeggen, er komt nog meer aan. Dus niet alleen deze, wat we nu hebben gedaan, hebben we laten zien. Er komt, als het een beetje mee zit, morgen of overmorgen, komt er nog iets aan. Het heeft ook weer te maken met het vloggen. Alleen dan het gedeelte achter, wat er op de achtergrond gebeurt om het jullie zo mooi mogelijk op YouTube te kunnen laten zetten. Dat, te is kunnen niet zetten. Die, dat is toch niet die verrassing voor mij? Ja. Nee, dat is niet jouw verrassing. Is niet jouw verrassing. We hebben overigens ook een verrassing voor Fabienne straks. Straks? Of ja, straks in ieder geval over een paar dagen of iets dergelijks. Vrijdag? Ze krijgt een verrassing. Nee, vrijdag gaat niet. Dat is een verrassing voor Fabienne, dat gaat ook heel erg leuk worden. Waar weet je dan wel? Dat weet ik nog niet. Maar in ieder geval, ik denk morgen wordt lastig. Morgen moet ik weer naar het sporten toe. Overmorgen? Kan niet, dan moet ik ook waarschijnlijk naar het sporten toe. Dus maar in ieder geval, er komt nog weer een unpacking aan. Met iets wat wij... Wat ik vooral weer als het meeste, echt het meeste ga gebruiken. Maar wat wel ten doel is voor dit. Voor het vloggen, om het keurig netjes op YouTube te krijgen. Voor het bewerken en verwerken van al onze filmpjes. Ik kom het tablet laten zien. Want je hebt het nieuw. Dat mag. Mensies. Ik heb een nieuwe tablet. Oké, dank je. Dat was het. Nou. Nee, Loop Lessons. Kijk. Eefje en ik hebben ook al een achtergrond, zeg maar, voor als we hem aanzetten. Eefje, die natuurlijk bekend is van de Voel en de Smaak Challenge, heeft ons mee geholpen. Wat we binnenkort ook weer gaan doen met iets anders. Dus, ik denk dat Evi binnenkort weer een telefoontje van ons kan verwachten. Zeg, meet, kun je ons eventjes helpen met onze nieuwe challenge? En dan zegt Evi heel hard, ja. Tenminste, dat mag ik aannemen voor wel. Want ze vindt het alle tweede keer, of vond het kei leuk om dat te doen. Om ons daar mee te helpen. Dus shout-out naar Evi. Alvast voor die twee keren die ze ons mee heeft geholpen. Waren superleuk. Dus, voor de derde keer ook mee te helpen. Volg je even op Snapchat, TikTok en Insta. De Snapchat is Roy Lammer. En de Insta, dat is Evelientje08. En TikTok is ook Evelientje08.
Maar ik dadelijk even mijn tip. Ik laat wel een linkje boven zien. Of ik doe het wel even als tekst in beeld. Waarop Evie te vinden is. Op TikTok of op Snapchat. Oké, kijk. Of iets dergelijks. Dit hebben we allemaal zo aanzetten. Oh. Dit. Dat BFF, weet je wel. Ja. En dan met een box. En dan, als we hem ontgrendelen. Een hele rare puppy. Kijk hoe schattig, dat is toch schattig? Hallo, kijk zo in dit. En dan hebben we. Dat was goed, dat is al scherp. En dan hier hebben we al de spelletjes die we al hebben gedownload. Ja, dan kijk eens naar de achtergrond. Dus ja. Helemaal top weer, hè? Ja, vind ik ook. En wij spelen vooral. Roblox! En we spelen Disneyland spelletjes en. Ja, dat soort dingen, omdat. Ja, wat omdat? Wij naar Disneyland gaan. Ja, en ook, gaan we dan blijven slapen? Ook dat staat op de planning om. Anders inderdaad een dagje naar Disneyland te gaan. We weten niet exact wanneer dat we dat gaan doen. Dan komt dit natuurlijk wel heel erg goed van pas. En wat we hier nu hebben aangeschaft. En ik ga 6 juli ook met Evie, zonder deze gek erbij, en mijn moeder en mijn zus en mijn broer en zo. Ik ga met het broertje van Evie, de moeder en de vader, of alleen de moeder, weet ik niet meer. Gaan wij ook naar de Efteling! Oh. Oh, oh. Efteling! Misschien moet je het even uitknippen. Efteling! En we gaan ook nog gaan ook een keer naar camping. En dan blijf ik daar ook nog 2 nachten slapen. Doe maar. Maar wij gaan niet slapen. Wij gaan gewoon. Ik ga mijn tablet meenemen. En ik hoop dat ze daar wifi hebben. Anders heb ik mijn pech. En dan gaan wij gewoon niet slapen. Gaan we gewoon met ons tablet. Shout out naar de camping! Hey! Geen wifi, hey. Nee! Ja, en dan naar Griekenland. Het wordt helemaal top weer. En ik heb nog die vraag. Wat is Griekenland? Disneyland. Oh, Disneyland. Ik wou zeggen, Griekenland is het dit jaar. Maar weer. Gewoon sowieso, ik dacht, oh, we gaan even naar Disneyland toe in Frankrijk. Nee hoor, wat doen we? We blijven roken lekker, gewoon een dagje slapen. Als alles mee zit, dan gaan we dat waarschijnlijk doen, ja. Ja, zeker weten. Sowieso, één ding weet wel, daar bij Disneyland, dat is wel in de zomervakantie. Dat zijn we wel. Het is niet precies welke dag, maar het is wel ergens in de zomervakantie. En dan hopen tegen de tijd van de zomervakantie dat het ook allemaal weer nog weer wat soepeler is dan dat het nu is in Frankrijk. Want ja, ook daar zitten we natuurlijk nog steeds mee met het hele corona gebeuren. Dus daar moeten we ook nog iets mee doen. Ja, daar zijn nog van allerlei dingen mogelijk. Dus we hebben natuurlijk ook 4 honden. Daar moet ook niet mee gebeuren. Die moeten ook nog eventjes geënt worden voordat we dan eventueel gaan. Want daar gaan we met z'n allen. Dus met ons hele gezin. Dus en als we gaan, dan gaan we Duncan, met z'n allen. We gaan Duncan, Amber en Tanika, die gaan ook mee. Ja, dan wij nog met z'n drieën. Dus Wil, Fabian en ik. Ja, dan moeten die honden ergens verblijven. Nou ja, wat is dan handiger door ze dan inderdaad in een kennel te doen? Of een hondenpension heet dat dan tegenwoordig. Dat heet geen kennel meer, dat was vroeger altijd. Dus, maar dan moeten ze wel van tevoren ingeënt worden. Dus dat moeten we nou eventjes gaan regelen. Zou ik op mijn telefoon dingen laten zien? Nee, dat hoeft niet. Wel, dat moest wel. Wat wil je laten zien dan? Kijk, nou, even, ik heb allebei ons telefoon en wij dit. Ik heb deze, Eve heeft een andere. En dan steek ik elkaar uit, lijkt van, oh my god, gewoon riool. Riool. Nou, kijk, als we ongrendelen, nou, dat is gewoon niet te zien, hè. Dan heb ik deze foto. Oh, dus als je voor het ontgrendelen hebt, heb je de achterkant. En als je ontgrendeld hebt, dan heb je de voorkant. Zo kan je het zien, ja. Ja, zo zag ik het toch. Of zie ik dat dan weer verkeerd? Kijk, Evie. Ja, je hebt hier de achterkant. Dus nee. Sorry mensen, even een intermezzootje met mijn dochter. Listen. Want volgens mij zag ik net dat de eerste beeld was van de achterkant. Oké, dat was dan wel Evie.
Nee, dat was ik. Wel? Ja, ik heb toch blond haar? Aan de voorkant. Was dat ik ook. Nee. Ook. En dan klopt dat toch wat ik zeg? Ja, listened, kijk. Ja, listened. Ik heb Lees niet listened. Ik heb listen, heet het dan gewoon. Boeien. Nee, dat ligt in het water. Hallo. Niet altijd. Ik heb die blonde, omdat ik blond ben. Jo. En ik heb altijd los haar. Ja. En Evie ja. heeft deze, omdat zij bruin haar heeft. Ja. Deze. En ik heb dus die andere. En als we het nou tegen elkaar aanhouden, dan lijkt het alsof hier Netflix staat. En hier alsof we elkaar zo vasthouden, weet je wel. Oh. En dan, ja. En als ik mijn telefoon nog grendel, ja, dan is het gewoon de foto die je hebt. Oh. En toevallig is dat op de voorkant. Oh, is het dat, hè? Oh. Meer niet? Nee. Oh. Oké. Okay. Nou ja, nogmaals, ik hoop dat we jullie hier heel veel plezier mee gaan doen. Om in ieder geval leuke beelden te maken van ons. En dan hoop ik dat er ook weer nog meer reacties daarop komen. Dat wat we nu hebben gemaakt is, vind ik voor mezelf nog steeds gewoon erg leuk. Ik vind het ook erg leuk om het te doen. Even tussendoor. En... Wat vind je van deze foto? Ja, cool. Cool, hè? Kijk. Cool. Ah, wat cool. Een beetje serieus, maar maakt niet uit. Even van die zon. Van die mooie zon. Oh my god. Oh ja, en ik heb ook nog ik was een keertje met Moïse aan het bellen. Op Snap. Toen hebben we deze screen gemaakt. Ik weet niet of je het goed kon zien. En ik heb één foto en hier ging ik echt zo stuk om. Ik weet niet of jullie dit kennen. Daar even, hoe heet je het ook alweer? Dat is een soort van dolfijnachtig. En met zo'n hele grote bult op het hoofd. Ja? Ja, ik weet niet, hoe heet zo'n ding ook alweer? Ja, ik heb dat geweten hoe dat die heette. Laat het weten in de reacties. Ja, laat even weten in de beschrijving. Dat is een... Dolfijn is een hele grote knobbel voor het neus. Volgens mij, en misschien, ja, je kan natuurlijk zo zeggen knobbeldolfijn, maar bij deze, die heeft een naam. Bij deze foto zal ik misschien wel herkennen wat ik bedoel. Want in mooi zat zo'n filter en op een of andere manier kwam er deze foto uit. Die leek erop. Ja, daarom. Ik hoop dat je het goed kan zien. In ieder geval dat is. Ja. Nou, dus we hebben al een klein beetje wat bekendgemaakt over onze planning voor de komende weken. En in de tussentijd proberen we natuurlijk ook nog allerlei rare dingen te doen. Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik ook merk dat het soms voor mij wat lastig is om... Om te gaan filmen over je. Ik heb natuurlijk ook gewoon nog mijn dagelijkse baan. Ik ben ook nog best wel druk met wat sportactiviteiten, of tenminste voor mezelf. En bij een club als sportmasseur. Dus ook daar doe ik niets mee. Dan is het wel even schipperen met de momenten die je hebt om te gaan vloggen. Samen met Fabienne of eventueel alleen. Maar, echt. Het is beautiful. Man. Ja, nou goed. Ik vind nou wel dat we eventjes hiermee mee klaar zijn. Ik zou zeggen, als jullie dit alvast leuk gevonden hebben, graag een blauw duimpje omhoog. En dan is het... Abonneer op ons kanaal. En druk op het belletje. Graag zie je wat reacties in de comments. Met betrekking tot bijvoorbeeld die dolfijn met die knobbel. Maar ook over andere zaken. Als je zegt van god die camera, dit of dat of bla bla. Of je hebt er informatie over die ons kan helpen. Hoor het ook graag. Zoals ik al zeg, het is voor ons nieuw. Een nieuwe camera. Dus we moeten ook het een en ander leren. Ja, en als mensen ervaring mee hebben met deze camera die ons daarmee kunnen helpen, graag. Dus ook graag eventjes onder in de comments plaatsen. En dan zullen we er een hoop plezier aan gaan beleven.
Nogmaals, er komt nog meer op de rit met wat unpackings. Disney komt eraan. We hebben nog een challenge te doen met Evie. En heel misschien komen er ook nog Efteling video's aan. En met de Efteling heb ik ook al gevraagd of ze dan de camera eventueel mee willen nemen. Ze zijn al een beetje, aan de ene kant snap ik dat wel, dat zij dan een vlogcamera mee gaan nemen om dan dus dat in bewaring te hebben. Wellicht dat ik misschien dan voor die tijd nog een optie ga nemen om iets anders te verzorgen voor hun. Ook dat wordt dan weer geschikt gemaakt voor het vloggen. Dan denk ik wel dat jullie snappen waar ik op doel. Ik heb al een paar keer aangehaald dat wij een soort imitatie GoPro hebben. Nou, dan voel je mij klaarkomen. Jawel. Ik wil ook een originele GoPro aanschaffen, zodat zij dan zeg maar, mooi de waterbanen af kunnen en onder water dingen kunnen doen en bla bla bla, noem maar op. Of als het toevallig regent, dat je dan met deze, ja, die dus niet tegen regen kan, niet allemaal zomaar stiekem onder de jas of ergens daar moet houden. Dat je gewoon lekker met je GoPro'tje kan filmen. Regent het, oké, ja, spel het een beetje, klaar. Heb je nergens last van. Dus ja, dat allemaal. Ik denk dat we dit gewoon voort moeten zetten. Nogmaals, ik vind het nog steeds kei leuk om te doen. Ook het video bewerken voor YouTube, voor jullie dus, als kijkers. Ja, ik ben al enthousiast over. Het is wat pittig, nogmaals. Het video bewerken, dat kost nog enigszins wat tijd. Dus, Oh, wat een leuke foto. Maar ik heb het wel voor over, ik vind het leuk. Laten we stellen dat het nou gewoon een leuke hobby is geworden, tot nu toe. In de hoop, hele stille hoop, dat wij dit misschien als beroep zouden kunnen doen. Oftewel, dat we een family YouTubers worden. En dat we daar ook iets mee kunnen gaan doen. Zou ik heel erg leuk vinden. Fabienne ook. En dan hoop ik natuurlijk dat jullie het ook leuk vinden. Kijk, als wij voldoende abonnees krijgen, dan is het inderdaad aanwezig dat we dat wel doen. En dan hoop ik dat we met de abonnees samen nog meer leuke dingen kunnen doen. En kunnen laten zien. Parachute springen, ja. Eerst niet. Een item van mij, ik heb al gezegd tegen Fabienne, als wij 50.000 abonnees hebben, dan ga ik parachute springen. Dus, en Fabienne vindt dat niet zo, vindt dat heel spannend om te doen. Die wil het eigenlijk niet eens doen, maar ik ga haar gewoon meenemen. Zo simpel is het. Desnoods dag ze zelf gewoon de vliegtuig uit. Ja, hoppa, maar één allemaal. Nou, dan ga je kind. Wat monden. Nou, natuurlijk wordt het met dan een tennissprong. Met een hartverzakking van 100 km per uur. Nou, natuurlijk wordt het dan gewoon een tennissprong. Want we hebben natuurlijk geen brevet om zelf te springen. Dat vind ik dan weer te ver gaan. Ik heb het in het verleden eigenlijk wel kunnen halen. Vroeger was dat nog een diensttijd. Dus het was iemand in dienst die kon dat regelen om op Texel te gaan springen. Een aantal sprongen te maken om dus uiteindelijk zelf te kunnen gaan parachute springen. Ik heb dat toen niet gedaan. Dat was buiten dienst om. Dus het was gewoon een privé aangelegenheid. Alleen diegene had het wel iets geregeld. Dat het voor een groep van een x-aantal mensen... Kregen we dan korting daarop. Dat was in de gulden periode. Alleen het was precies in een periode dat ik vanuit mijn opleiding die ik had gehad, met 2 weken dan 1 week op Texel zou moeten verblijven. En 2 weken daarna zou ik voor 9 maanden naar Aruba gaan. Dus dan had ik gekozen om dat niet te doen. Omdat ik dus uiteindelijk, dan bij spreken normaal een weekje thuis zou zijn om dus uiteindelijk voor 9 maanden naar Aruba te vertrekken. Nou, dat was mijn keuze dat ik dat toen niet heb gedaan. Eigenlijk nooit echt spijt van gehad. Geen spijt, maar ik vond het op zich later wel jammer dat ik het uiteindelijk niet gedaan heb. Maar dit is dan weer een mooie gelegenheid om dit weer op te pakken. Hey. 50.000 abonnees, dan gaan we de lucht in. Dan gaan we vliegen, zo. We hebben al een keer gedaan, dus hoeft niet. Zijn we een keer in Griekenland geweest? Ik bedoel om dan zelf gewoon zo vliegtuig uit te springen.
Waarom? Ja, dat is leuk. Dat is leuk. Ik hou van gekke dingen. Ja, dat merk ik. Ik hou gewoon niet van zulke gekke dingen. Natuurlijk wel. Dat is kei leuk. Als je een hart verzakt van 100 kilometer. Nee. Hoef je helemaal geen hartverzakking voor te krijgen. Echt niet. Wel, je ziet mijn hele. Er worden op jaarbasis zoveel parachutesprongen gedaan, dat nou, ik heb er alle vertrouwen in. Ik heb er echt alle vertrouwen in. Ik niet. Dus wat dat betreft, ja, mij maken er niet gek mee. Mij maken er alleen maar blij mee. Maar nogmaals, uiteindelijk bij de 50.000 abonnees, en natuurlijk gaan we dit dan niet alleen vieren, maar het gaan we natuurlijk ook filmen. Snap je natuurlijk zelf ook wel. Dus dat gaat dan kei leuk worden. Maar ja, we moeten eerst maar eens aan die 50.000 abonnees. En dat wordt een hele plus. Of jullie moeten mij allemaal helpen. Of ons nieuwe helpen. Nogmaals. Goed. Laat een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. Zeg het voort. Zeg het voort. En dan zien jullie de volgende keer weer. Ik zou zeggen. Toppie. En tot de volgende keer. Doei!